Roze muren, roze kleding en een roze terras. In de Amerikaanse stad New York is een speciaal Barbie-café geopend. En daar komen heel wat oude en jonge Barbie-fans op af. I wanted to come here because I really love Barbie and my favorite color is pink. So today is my birthday. So we came for my birthday and my daughter loves Barbie, so we decided to bring her here. 1963, I got my first Barbie doll. And I was obsessed with Barbie ever since then. De Barbie-pop staat al meer dan 60 jaar en is de laatste tijd weer behoorlijk populair. Hi Barbie! Hi Ken! Dat heeft te maken met een nieuwe film die deze zomer verschijnt. De allereerste speelfilm over Barbie. Hi Barbie! Hey Barbie! Hi Barbie! En ook in de modewereld is de kleur roze en eruit zien als Barbie een trend. Hi Barbie! Hi Ken! Barbie is dus nog steeds een inspiratie voor veel mensen. Ook hier. Well, she has a million careers. Her outfits are so cool and I just love Barbie.